Ja, wat mij opvalt de laatste tijd, vrienden. Ja, als het mij opvalt, dan valt het jullie ook op. In die talkshows. Ja, het gewone deugen is voorbij. Ja, we zijn toe aan een tijdperk met het nieuwe deugen, vrienden. Weet je wel, de politiek correcte mensen die ons allemaal de maat nemen en ons allemaal vertellen hoe het moet. Die hebben weer de overhand. Maar die gewone deugers, weet je wel, die waren al verschrikkelijk irritant. Maar nu met het nieuwe deugen, is nog veel erger. Ja, en dat gaat dan allemaal over Qatar. Ja, we krijgen enorme discussies over Harry de Tieteman. Dus zie je, en daarom wil ik nooit Harry heten. Dat begrijpen jullie nu toch ook wel. Goed, maar dat niet alleen. Maar het gaat dus ook over elkaar de maat nemen in die talkshows. Van ja, hoe sta jij er tegenover? Zelfs ook Tom Egbers. Ja, die zit ook ineens bij het nieuwe deugen. En die roept dan van, ja, ik heb ermee geworsteld. Oh, Tom heeft ermee geworsteld. Ja, en Tom gaat wel naar het toernooi toe. Oh, Tom gaat er wel heen. Maar wel met de handrem erop. Oh, Tom. Tom, hey, lekker thuis blijven, Tom. Ga dan lekker niet met je handrem. Ach, dit. En dat valt allemaal onder het nieuwe deugen. Om elkaar maar te laten weten van, oh, ik ben zo politiek correct. En hebben we die mensen allemaal gehoord toen die Olympische Spelen waren in Rusland? Toen die winterspelen in Sochi en in Peking. Waren er toen ook allemaal zulke grote discussies? Nee toch? In Zuid-Afrika met al die armoede waar allemaal met geld werd gegooid voor die WK's. En Brazilië hetzelfde verhaal. En hebben we toen ook al die mensen toen zo gehoord? Nee. En nu ineens, gaan we elkaar, maar ook elkaar aankijken. Zo van, ga jij dan wel naar het WK kijken? Wat is dat voor vraag? En joh, en als je dan zegt, ja, ik ga kijken, dan kijken ze je aan met zo'n gezicht van, ach, stumperd. Jij weet helemaal niet wat er zich afspeelt in de wereld. Weet je, die, dat krijg je dan. En dat is allemaal het nieuwe deugen, vrienden. Oh, het is zo erg. En ja, en ik krijg ook die vragen. Ik krijg ook die vragen van, Harry, ga jij naar het WK kijken? Vrienden, maar natuurlijk. En ik ga dat op deze manier doen. Let op, het is in de winter, dus ik dacht bij mezelf, het moet iets winters zijn wat ik op ga zetten als ik naar die wedstrijd kijk. En dan moet het ook echt Nederlands zijn. Het moet te maken hebben met erwtensoep, rookworst, dat. Weet je, echt Nederlands idee. En toen kwam ik hierop, vrienden. Ik ga dit opzetten bij de wedstrijden van het Nederlands elftal. En die gaan waarschijnlijk ook geluk brengen. Ja, ik dank je wel, Ivo Bakker. Ja, hier, daar komt hij. Vrienden, daar is hij dan. Dit zet ik op. Ja, ga hem even goed opzetten voor je. Zo, dit is hem. En dan denken jullie, ja, Harry wordt weer gesponsord. Unox weet hier helemaal niks van. Haha, die weten het helemaal niet. Nee, niks Unox, ik heb er niks mee te maken. Maar dit is zo Nederlands, vrienden. Kijk, ik zal hem even goed laten zien, dit hele mutsje. Kijk, ja, zo. Kijk, ja, Nederlands is er niet. Nee, het is toch geweldig dit. En dit ga ik opzetten bij het Nederlands elftal. Ik weet zeker dat dat geluk gaat brengen. En dat moeten jullie ook doen. Kijk of je zo'n mutsje te pakken krijgt. Ja, dat is goed. En winter. Kan maar één keer, we kunnen het maar één keer doen. Want er gebeurt nooit meer een WK in de winter. Dus laten we het doen. Of zoek een echte wintermuts en schilder hem helemaal oranje. En als je een oranje wintermuts hebt, dan zet je die ook op. En dan gaan we met z'n allen zo naar die wedstrijden kijken. En dit alleen maar om te laten weten. Ja, natuurlijk kijk ik naar de WK.